Guys, welcome back by a review of a Hot Toys figure, part 2, the Guardian Predator of Predator 2. My god, look at this face, look at his eyes, it's creepy man. It's echt freaky. Zoals je ziet heb ik andere mandibles erop gezet, dus andere mondstukken. The close ones, de dichte. Waardoor ik zo direct de mask op ga zetten. Maar ja, zoals je ziet, kijk. De head sculpt is echt te gruwelijk voor woorden. Check zijn haren ook. Het is allemaal van rubber. Voelt echt rubbery aan. En super gruwelijk gewoon. Okay, als we langzaam opzij kijken is zijn cannon. Zijn schouder. Die je ook zo vaak zie in de film. Vooral in deel 1 is die bekend van. Dit kan je ook op en neer bewegen en dergelijke. Zijn armen, zijn shoulder armor. Echt te gruwelijk gewoon. Kijk de detail. Echt te gek gewoon. Zijn, dit kan ook open. Zijn self-destruct mechanism. Die je ook vaak in de film ziet. Of in ieder geval in de film terugziet. Wanneer hij zichzelf opblaast uiteindelijk. Wel vet feature. Zijn handen. Trouwens, ik was helemaal vergeten te zeggen, deze handen die je erbij krijgt, kan je uiteindelijk gaan posen met de disc die hij erbij heeft. De disc die hij uiteindelijk gooit, waardoor alles eigenlijk door midden wordt gechapt in die meat cellar, in die cool cellar. Dat is een heel vette feature. Maar ja, jammer genoeg, ik weet niet waarom ze dat hebben gedaan. Het zijn volgens mij, ja, twee rechterhanden. En terwijl ik eigenlijk die hand wil poseren met zijn speer. En ik zou hem eigenlijk links willen hebben. Met zijn disc. Maar ja. Strange. Maar ja. Oké, als we terug gaan naar de body. Verder naar beneden. Ja. Echt te vet gewoon. Deze product heeft gewoon sandalen aan. Vet. Nou, je ziet de nameplate. Guardian Predator. En uiteindelijk daar het logo van Predator 2. Dan gaan we hier weer naar boven. Ja, het zit zoveel detail in. Het is echt een lust voor het oog gewoon. Je blijft gewoon kijken naar alles waar ze aandacht hebben aan besteed. Nou, je ziet hier al aan de net en dergelijke. Het net constructie. Dat moet je dus zelf allemaal bevestigen bij een model kit. Dus je bent daar zeker wel een tijd zoek mee. En ik heb daar echt wel verhalen over gehoord dat je daar een aantal uren mee zoet bent. Maar ja, sommigen vinden dat echt heel vet om dat in de kaart te zetten. En anderen vinden het gewoon beter dat het al resembled is. Resembled, zoals deze figuur. En hier zie je al de disc. Ik heb hem net bevestigd aan het holsterachtig gebeuren. Dan kan je hem in principe eraf halen. En je ziet al de inkeping van de hand die daar eventueel in kan. Heel vet als je hem daar ook mee poseert. En dat is zo vet van deze Hot Toys figures. Je kan ze elk moment weer veranderen in een hele andere stand. En dan is het meteen een heel ander statue. Daarom ben ik meer voor de collectibles, de articulated collectibles, dan de statues. Statues zijn ook wel vet, maar I prefer these ones. Vooral hoe de gedetailleerd ze nu te werk gaan met deze figuren is echt ongelooflijk. Kijk dan de achterkant. Ook zijn trophies. Te vet gewoon. Nou, ik wil nou eventjes laten zien hoe hij eruit ziet met zijn mask on. Dus ik zet jullie heel one second neer en dan zal ik meteen passeren. En dat gaat heel makkelijk als ik het zo hoor. Ah, zit er wel op. Bam. Check it out. Fuck. Te gruwelijk gewoon. Damn. The Guardian Predator. Ik hoop echt, want ik heb laatst weer even teruggekeken. Het waren echt een aantal Predators die tevoorschijn kwamen. En ze zijn er nu, dit is de derde die is gemaakt van die Predator serie. Dus je hebt de Elder One. Eigenlijk de vierde is dit. Als je dan echt alles bij elkaar wil optellen, is dit de vijfde. Je hebt de Predator echt van de film. Van deel 2 dan. Je hebt de Damage One, dus waar die uiteindelijk waar die met
gechapte hand rondloopt met dat groene bloed. Je hebt de Elder Predator, die heel moeilijk te krijgen is. Dat is de derde dus. Je hebt de Lost Predator. Die ga ik binnenkort reviewen. Dat is dus de vierde. En je hebt dan deze, de Guardian Predator. Nou, als ik terugkijk naar het filmpje, dan zijn er echt een stuk of, volgens mij, 8 Predators die tevoorschijn komen. En ik hoop echt zo graag dat ze ze allemaal gaan poseren, of gaan maken. Ik denk haast wel dat ze dat gaan doen. Maar daar word je niet rijker van. Kan ik pay the price voor de collectors. Voor de collectibles, maar goed. Nou, ik hoop dat ik jullie een beetje een expression heb kunnen geven van deze figure. Ik wil jullie zo bedanken voor het bekijken van deze review. Comment, subscribe op Toys for Real. Ja, check maar naar de video. Ik zal binnenkort de P1 ook reviewen. De Lost Predator en uiteindelijk de Predator himself van deel 2. Die komen nog aan bod. En ik heb nog Brad Pitt van Inglourious Basterds. Dus ja, hou me in de gaten. En thanks for watching. Have a nice day. Peace.